video heb ik heel veel Brugklas behind the scenes voor jullie. Ik speel dus in de aflevering van Brugklas als Mila. Ik had dus mijn auditie voor Brugklas in Amsterdam. En ik heb nog nooit zo'n slechte auditie gedaan. Backstage is dat dus wel zo. Dus dat vond ik wel een beetje grappig of zo. Dat er zoveel mensen aan het kijken waren. Hoe dus iemand in mijn kont kneep. Hoi, ik ben Bo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een video die gaat over de tv-serie Brugklas. Want ik heb de afgelopen tijd hier zoveel vragen en reacties op gekregen. En het is echt bizar hoeveel liefde ik hierover heb gekregen. Dus ik dacht, ik moet hier wel een YouTube-video over maken. Ik kan niet achterblijven, dus hier is hij dan. De video! Voor de mensen die het echt totaal helemaal gemist hebben. Dan volg je waarschijnlijk trouwens niet mijn Instagram. Mijn Instagram is bopopman. Gaat even volgen, want hier post ik echt heel veel dingetjes, updates over van alles en nog wat. Maar goed, we gaan verder. Een dikke 2 weken geleden zat ik namelijk in de aflevering van Brugklas. En hierin speelde ik Mila. En de aflevering waarin ik speelde was op dinsdag 5 november. En de aflevering heette Aangerand. En er werd dus iemand aangerand tussen aanhalingstekens. En diegene was ik, namelijk Mila. Nu wilde ik eerst heel graag voor jullie een reactievideo maken waarin ik reageerde op deze aflevering. Alleen dat kan helaas niet met de rechten van NPO. Want dan krijg ik heel veel gedoe en strikes en dingen waar niemand zin in heeft. Dus daarom heb ik voor jullie een video uitgewerkt die misschien voor jullie nog wel leuker is om te kijken. En ook wat exclusiever. Want het is gewoon net iets wat je niet alle dagen ziet. En ook iets minder basic. En zo kunnen jullie er ook meer over weten. Dus vandaar de video over Brugklas. Ben je nou benieuwd naar de aflevering? Dan kan je altijd aan het einde van deze video even de link in de beschrijving checken. En alsnog de aflevering bekijken. Voor vandaag heb ik natuurlijk een Brugklas video. En in deze video ga ik jullie een beetje vertellen hoe ik bij Brugklas ben gekomen. Hoe mijn auditie ging. Hoe een draaidag verliep. Wanneer het was opgenomen. Waar het was opgenomen. Ik ga eigenlijk een beetje de behind the scenes vertellen van het opnemen van zo'n Brugklas aflevering. Ben je nou benieuwd naar deze video en heb je er net zoveel zin in als ik? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren op mijn kanaal. En let's get started. We gaan even helemaal beginnen bij het begin. Ik keek vroeger toen ik denk ik 12, 13 was. Ik zeg al vroeger, maar dat is helemaal niet zo lang geleden. Gewoon een paar jaar geleden. Keek ik zelf altijd Brugklas. En ik vond het echt een super leuk programma. En natuurlijk als klein kind. Gewoon een jonger iemand droomde altijd al stiekem wel van om een keer zo'n serie te spelen. Nou, toen ik 15 jaar was of zo had ik een keertje op Google gezocht naar hoe je nou audities kon doen voor zo'n serie. Of hoe je daar nou bij kon komen. En toen kwam ik uit bij In The Picture. En toen zag ik telkens staan dat de aanmeldperiode iets van januari, februari, maart of zo was. Iets in die richting, ik weet het niet precies. Maar ik dacht dus, oké, cool. Alleen ik had dat berichtje pas gezien in mei of zo. Dus toen kon ik me al niet meer aanmelden. Toen dacht ik, oké, dan doe ik het volgend jaar. Nou, volgend jaar vergat ik het weer, want ja, mijn leven ging gewoon door. En dan vergeet je dat soort dingen gewoon heel snel. Dit jaar, 2019, januari, februari, zag ik op de Instagram van Brugklas TV een oproep dat je dus kon opgeven voor de audities. En toen heb ik direct omhoog geswiped en heb ik me aangemeld bij In The Picture. En om auditie te mogen doen, of in ieder geval om me te mogen inschrijven, mocht ik een video maken waarin ik een soort van scène naspeelde met heel veel emoties. Ik moest een beetje boos worden, een beetje verdrietig en eigenlijk een beetje een mixed feeling van allemaal. Zodat zij dus goed konden zien wat je in petto had. Toen was ik door naar dus de volgende ronde. Ik kreeg namelijk een mailtje dat ik op auditie mocht komen in Amsterdam. En ik vond het echt mega cool. Ik had echt zoiets van, oh my god, wat leuk en zo. Toen kreeg ik een script toegestuurd en mijn auditie zou plaatsvinden samen met twee andere meiden. En we moesten dan scriptseries naspelen. Dus echt iets wat op papier stond van, je moet dit zeggen, jij moet dit zeggen. En we moesten een improvisatiestuk doen. En dan gaven zij bijvoorbeeld een onderwerp. In ieder geval dat onderwerp hadden we al gekregen. En dan moesten we daar samen een soort van stuk van maken. En soms werden dan ook ineens geswitcht van personage. Dus jij was ineens verdrietig, jij was boos, jij was vrolijk, jij was agressief. En zo ging het eigenlijk een beetje. Halverwege april ging ik dus met volle moed naar de audities toe. En echt, ik heb nog nooit zo'n slechte auditie in mijn leven neergezet. Nog nooit. Het was zo slecht. Het was echt een van mijn eerste audities ooit. Ik heb nu inmiddels wel meer gedaan. Maar dit was echt mijn allereerste volgens mij. Misschien mijn tweede, mijn derde. Maar ik was zo zenuwachtig omdat dit echt iets was wat ik al heel erg lang wou. Dus ja, het was gewoon een beetje een dubbel feeling. En zo, ik was heel erg bang om het niet goed te doen. Waardoor het dus juist ook niet goed ging. Ik had gewoon te veel druk voor mezelf op mezelf gelegd. Toen gingen die audities dus helaas niet zo lekker. En kreeg ik ook denk ik in mei, juni een mailtje van, nou, je bent helaas niet uitgekozen voor een hoofdrol. Maar mochten we een leuke bijrol of iets voor je hebben, dan gaan we contact met je opnemen via de mail of via de telefoon. Nou, toen dacht ik, oké, weet je, ik heb de auditie verpest. Het wordt niks meer.
En toen werd ik een week voordat ik op vakantie ging gebeld van Bo, we hebben een hele leuke rol voor jou. Je gaat Mila spelen. En Mila is een beetje een populair bitchy meisje. En toen vertelden ze dus ook over mijn scène, wat ik dan zou moeten gaan doen. En toen kwamen ze dus met een aantal opnamedagen voor meerdere afleveringen. Alleen het was dus een week voordat ik op vakantie ging, zoals ik al zei. En eigenlijk alle opnamedatums, datums, vielen in de periode dat ik op vakantie ging. Want ik ging drie tot vier weken op vakantie. En omdat het al een week van tevoren was, kon ik dat gewoon niet cancelen. Omdat dat dan zoveel geld zou kosten. Want ik ging met mijn ouders en zo. En ik vond het dan heel lullig om dat af te zeggen. Toen kwam ze dus ook nog met een datum die net 5 dagen was volgens mij dat ik terug was van vakantie. In ieder geval, wij kwamen de zondag terug. En die donderdag had ik dan dus de brugklasopnames, 4 dagen later, bijna in de buurt. En toen dacht ik, oké, dan neem ik alleen die datum en dan kan ik gewoon kijken wat ik ervan vind. Vind ik het leuk, vind ik het niet leuk, want het kan natuurlijk ook. En dan ga ik het gewoon zien, weet je. Dan ben ik ook tevreden met 1 aflevering, want die vakantie kon ik gewoon niet meer afzeggen, ook al was het zo'n grote kans. Maar dat had gewoon zoveel geld gekost en dat vond ik ook heel erg sneu voor mijn ouders. Nou, lekker vakantie gevierd, lekker een bruin kopje gekregen. En toen ik terugkwam in Nederland moest ik mijn script leren. Het was best wel veel, tenminste voor iemand die nooit echt ergens in gespeeld heeft. Of heel veel script heeft geleerd, behalve dan groep 8 eindmusical. Maar dat was wel voldoende. Had ik dat nog nooit echt gedaan. En ik heb wel scripten geleerd echt van papier. Van je zegt dit, je zegt dit, je zegt dit. Maar bij brugklas is dus heel veel improvisatie. Dus er staat dan bijvoorbeeld, Bo pakt de pen af van, weet ik veel, Jan. En Jan moet hier boos op reageren. Zo gaat het. En dan komt er weer vervolg en weer vervolg. En dus dat is heel erg moeilijk om te leren. Want het gaat er gewoon dat je goed met de persoon waarmee je moet spelen ingespeeld bent. Natuurlijk staan er bepaalde dingen wel vast op papier. Maar heel veel dingen zijn improvisatie. Dus dat is best wel moeilijk. En dat maakt het vooral ook heel erg moeilijk om te leren. Ik heb dus in die 4 dagen best wel veel erin lopen stampen. Maar het lukte niet echt omdat ik niet zo goed wist hoe ik het moest onthouden. En ik heb ook wel dingen geoefend. Maar ja, ik weet natuurlijk niet hoe die speler in het echt is. Toen ging ik donderdagochtend om 5:30 mijn bed uit, jongens. 5:30. En ik kan me nog herinneren dat ik daar rond 8:00, 8:30 moest zijn. Ik was volgens mij 8:15 of zo. Mijn vader had me gebracht. En jongens, wat was dit een eind weg, zeg. Het viel wel mee. Het is net achter Amsterdam. Dus bij het Zaanlands Lyceum. En ja, het was heel erg ver weg. Of in ieder geval met de trein was het echt een drama geweest. Maar gelukkig kon mijn vader me brengen. Dus was het 1:30 uur. Nou, wij gingen dus rond 6:30 weg. En het was zo vroeg. Het was echt... Het was vroeg en ik was zenuwachtig en... Ik had zoveel mixed feelings. Ondanks dat had ik er wel echt mega veel zin in. Dus toen kwam ik aan op de set. Nou, ik mocht me gewoon aanmelden. Toen zeiden ze, oh Mila, je hebt een bijrol. Helemaal leuk. Je mag net zoals iedereen gewoon in de aula is dat dan gaan zitten. En daar word je dan opgehaald. Nou, op een gegeven moment heb ik opgehaald. En ik moest zelf setjes kleding meenemen. Had ik ook gedaan. Alleen bij mijn beschrijving was gezegd dat ik een strak rokje mee moest nemen. En een kort rokje. Dus de ene was kort en strak en de andere was gewoon een kort rokje. Omdat natuurlijk mijn aflevering ging over het aanraken van mijn kont. En als ik natuurlijk een mega lange jurk aan zou hebben of een mega lange rok. Dan klopte dat gewoon niet met elkaar. Dus dat was een beetje mijn dresscode. Nou, dat had ik me natuurlijk omgekleed. Helemaal prima, helemaal leuk. En toen was het eigenlijk tijd om de eerste scène te gaan opnemen. En ik vond het heel erg spannend. Alleen het was wel heel erg chill. Want ze gingen alles gewoon rustig met ons doorspreken. En we gingen het heel vaak oefenen. En pas als het echt vlekkeloos liep, gingen ze het dus filmen. Ook alle figuranten kwamen erbij. Want je ziet altijd op beeld allemaal mensen langslopen en zo. Nou, dat was helemaal afgestemd. Want die moeten langzamer lopen. Die wat sneller. Die moeten daar stilstaan. Die moeten daar stoppen. Die moeten daar naar een kluisje. Dus het wordt helemaal afgestemd en zo. Het zijn niet gewoon mensen die... random door elkaar lopen. Nee, dat wordt allemaal afgestemd. Toen gingen we dus beginnen met de eerste scène. En ik vond het best wel een beetje awkward. Want het was dus zo, ik stond bij een kluisje. En Jairo en Leo moesten langslopen. En ik weet even niet hun echte namen. Oh my god, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Jairo moest langslopen en Leo ook. En Leo moest al stiekem in mijn kont knijpen. En deze scène is zo vaak overnieuw gegaan. Niet zo vaak als de eindscène, maar deze was echt vaak overnieuw gegaan. Want het was natuurlijk ook de eerste scène, dus iedereen moest er nog een beetje inkomen. Ik moest heel erg fel reageren, maar ook weer niet te fel, dat het gespeeld leek. Dus
Het was best wel moeilijk, vond ik eerlijk. Maar ik vond het wel erg leuk. Niet dat iemand aan mijn kont zat. Of nou ja, weet je, het boeide me niet zoveel. Maar gewoon het spelen en het samen overleggen. En gewoon alles, dat vond ik heel erg leuk. Toen hadden ze de eerste scènes opgenomen. Toen gingen we door naar de volgende scènes. Ik mocht ook met Niek spelen. Niek Roosen, die speelt al heel erg lang in Brugglas Max. En vroeger was ik altijd stiekem een beetje fan van hem natuurlijk. Omdat ik Brugglas keek. En als er iemand altijd in Brugglas zag, was het Max. Oftewel dus Niek. Dus dat vond ik ook heel erg leuk om die dan een keertje te zien en te spreken. Nou, alle scènes gingen eigenlijk prima. Toen had ik een tijdje pauze, want toen werden er een paar scènes, volgens mij twee scènes opgenomen zonder mij. En toen kon ik dus mijn finale teksten even doornemen. Dat was ook wel handig. Tussendoor de scènes had je telkens de testimonials. En voor de mensen die niet weten wat het is, nou, bij Brugklas en zo heb je natuurlijk een scène gehad. En dan komen de acteurs, in ieder geval de spelers, de klasgenoten, waarmee er iets gebeurd is, komen zo dicht bij de camera. Mijn stoel kraakt. En ik ga dan zo zeggen van, ja, ik vind dit en ik vind dit en ik vind dit. Nou, dat zijn de testimonials. Dat je iemand helemaal alleen in beeld ziet. Dat de achtergrond geblurd is. En dat ze dan dus iets aan vertellen zijn over die situatie. Zo moest ik zeggen van, Gyro is echt een nerd. Ik kan me wel voorstellen dat hij aan meisjes zit. Of zulke domme acties of zoiets moest ik zeggen. Maar dat moest ik dus in de testimonial doen. Dus ik moest zo, werd er vanaf hier gefilmd. En ik moest dan dus naar de regisseur praten. Of regisseur, dus dat was een mevrouw. En dan moest ik dat dus zeggen. En dat moest ook best wel vaak opnieuw. Omdat je een bepaald toontje moest hebben. Ik moest een beetje arrogant in mijn gevallen. Want dat was mijn rol. Dus dat was wel heel erg leuk. En ik vond het ook wel stiekem, ja, wel leuk gewoon. En een beetje cool om te doen natuurlijk. Omdat ik dat altijd op tv zag. En het is dan gewoon heel erg leuk om te zien hoe dat dan daadwerkelijk wordt opgenomen. Nou, zoals ik net zei, had ik dan even een pauze. En toen was het tijd voor de final scène. En hier had ik ook weer een ander outfitje aan. Hier had ik een groene Nick & Nick jurkje, shirtje met een rokje. En dat was ook best wel kort. En hier moest ik dus naar Gyro toe lopen. Omdat ik hem vast had beschuldigd. Want ik had dus gezegd dat hij aan mijn kont had gezeten in plaats van Leo. En ja, dat was een beetje een awkward situatie. Of nou ja, met Gyro niet, want Gyro is echt top. Het is echt te grappig. Hij is echt, echt een leuk iemand gewoon, weet je wel. Kan je gewoon lekker mee lachen. Lekker sociaal, lekker flexibel ook. Dus dat scheelde wel. Want als je iemand hebt die heel erg awkward is, ja, dan wordt het ook awkward. En dan wordt het ook geen lekkere scène. Dus dat is allemaal goed verlopen. Het was zo, ik moest dus naar Gyro toe lopen, excuses aanbieden. En toen moest ik dus zeggen om het goed te maken dat hij wel even aan mijn kont mocht zitten. Maar niet langer dan 5 seconden, niet onder mijn rokje. Dus dat was een beetje, ja, ik vond het wel grappig. Want ik heb zelf niet zo snel dat ik dingen awkward vind. Maar het awkwardste was eigenlijk nog. Ik vond het wel gewoon grappig, weet je. Want met Gyro, het was gewoon prima. Alleen, ik moest dus ook zeggen van, nou, knijp maar even. Je mag wel wat harder knijpen, weet je wel. En nou, ik vond het allemaal wel grappig. Maar het ding was gewoon, op tv zie je natuurlijk alleen ons twee en wat mensen er omheen lopen. Maar daadwerkelijk is die scène zo vaak opnieuw gegaan. Ook bij de eerste. Het ging natuurlijk een beetje om mijn kont. En dan werd er gezegd, Bo, kont meer draaien. Of kont meer naar voren. Meer bukken, dieper bukken. En hier ook, Bo, nee, kont wat draaien. Bo, kont zo. En we moesten ook een foto maken voor klikker en zo. En alles ging best wel vaak opnieuw. En dat vond ik niet zo erg. Ik vond het allemaal wel leuk. Ik vond het sowieso heel erg leuk. Alleen er stonden dus super veel figuranten omheen. Allemaal cameramensen, regisseuse. Dus er staan veel meer mensen omheen te kijken naar hoe iemand anders in mijn kont knijpt. Terwijl eigenlijk niemand op tv dat zo ziet. Maar backstage is dat dus wel zo. Dus dat vond ik wel een beetje grappig of zo. Dat er zoveel mensen aan het kijken waren. Hoe dus iemand in mijn kont knijpt. Hoe die hele scène sowieso verliep. Dus dat vond ik heel grappig. Maar nogmaals, ik vond alles echt mega leuk om te doen. Ik heb nog een Snapchat filmpje van hoe deze scène is opgenomen. Ik zal hem even laten zien. Kijk maar even mee. Nou, je kan dus zien dat hierbij de filmploeg alles eromheen stond. Het is niet echt awkward zoals je ziet. Ja, de scène moest ook awkward lijken. Dus dat was het wel. Maar je ziet hier dus vooral de filmploeg en de regisseurs die eromheen staan. Maar je ziet niet die 40 figuranten die er omheen stonden. Want die stonden dus daar waar gefilmd werd. Waar diegene dat filmde met Snapchat. Ook moesten we nog een foto maken voor Klikker. En dit is dus de app op in Brugklas. Kennen mensen wel die het kijken. En hierop worden alle roddels verspreid. En dit was de foto die er gemaakt is. Nou, fantastisch. Gyro die aan mijn kont zit. Toppie. De opnames van deze aflevering waren dus in augustus. En uiteindelijk is het uitgezonden op 5 november. Dus daar zit best wel lange tijd tussen. Dus toen ik de aflevering ook bekeek, vond ik het best wel gek om het allemaal weer te zien. Want sommige dingen was ik gewoon even vergeten. En ik had natuurlijk de scènes waar ik zelf niet in speelde niet gezien. Dus ik vond het heel erg bijzonder. En ook wel grappig om dan te zien hoe die hele aflevering, dus alle losse scènes bij elkaar dan totaal een geheel is geworden. En er gewoon een hele complete aflevering van gemaakt is. En dit was dan een beetje mijn
totale storytime, behind the scenes video over mijn brugklas aflevering waarin ik dus Mila speelde. Mocht je nog vragen hebben, laat ze dan even hieronder achter in de reacties en dan kan ik die voor jullie altijd beantwoorden. En mocht je de aflevering nog niet gezien hebben, dan kan je hem natuurlijk bekijken via de link in de beschrijving. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even een pluimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En hopelijk zie ik je dan heel snel weer bij een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!